Welke ben ik? Jij bent de rode. Lekker voor jullie. Ik stond in de rij van de voedselbank. En er komt op een gegeven moment een man naar mij toe lopen. Een beetje twijfelachtig, van niet wetend hoe die het moest brengen, zeg maar. Mijn zoontje die zit op de grond, op een rugzak. En hij staat ook net zoals mij te wachten in de rij. En die meneer die vraagt op een gegeven moment aan mij van, joh, hoort hij bij jou? Dus je gaat al heel snel geschrokken denken van, o jee, wat heeft hij gedaan? Moederinstinct altijd. En op een gegeven moment, die meneer die vraagt aan mij van, hebben jullie een PlayStation? Ik zeg, nee. Ik zeg, die heb ik niet. En meneer die zegt in één keer, nou alsjeblieft, overhandigt mij een Albert Heijn tas met een PlayStation erin. Van alsjeblieft, dan is die nou voor jou. Dan heb je hem nu wel. En ik stond eigenlijk heel geschrokken van, hoe bedoelt u? En hij zegt, nee, deze is voor jou, want mijn zoontje die heeft hem over. En die heeft een andere PlayStation. En ik kan hem wel verkopen. Maar ik heb veel liever dat ik een ander mens er blij mee maak. Ik zeg, nou, dat is u zeker gelukt. Ik zeg, mijn zoontje die is gek op spelletjes spelen. Race en ja, Dummy the Mummy en gewoon een soort van leuke spelletjes. En dan moet je met die moet je een beetje rennen. Welke, deze? Ja. Dit jaar is helaas het geval dat de voedselbank geen speelgoed heeft voor de kinderen. Er lopen heel veel kinderen bij de voedselbank. En kinderen met gezinnen die het heel moeilijk hebben. Ze zitten er niet voor niets natuurlijk. En die kinderen die krijgen gewoon geen speelgoed dit jaar van de voedselbank. Dus de ouders die het gewoon echt daadwerkelijk niet kunnen betalen, die niks achter de hand hebben, die moeten nou helaas geen Sinterklaas vieren. En ja, dat vind ik eigenlijk best wel zonde om van te horen. En helemaal hier in Nederland. Want we moeten elkaar een beetje kunnen helpen in deze tijd, vind ik. En ik hoop ook dat er misschien meerdere volgen. Of laten we in ieder geval een beetje elkaar helpen in de mensheid. Dat is het meest belangrijkste wat er is.